te begrijpen hoe het microstation van InnoClair geen geurtjes verspreidt, gaan we het eerst hebben over CHOM. CHOM is een samenstelling van de vier scheikundige elementen waaruit organische stof, zoals bijvoorbeeld afvalwater, bestaat. Wanneer we organische stof in een gesloten systeem doen zonder zuurstof, bijvoorbeeld een klassieke IBA of een septic tank, zal deze materie altijd gaan oxideren en onaangename geurtjes verspreiden. Deze kleine uitbarstingen zorgen voor heel veel vrijgezelle elementen die snel willen trouwen met de eerste de beste compatibele partner. Een soort speeddating eigenlijk. Helaas is dit geen garantie voor een goed huwelijk. Zo maken koolstof en zuurstof samen CO2. Maar het kan nog erger. Niet alleen treffen we methaan, maar wanneer de waterstof zich inlaat met een beetje zwavel, bam, dan krijgen we waterstofsulfide. Dat zijn die zware broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de bekende geur van rotte eieren. Gelukkig komt hier het microstation van InnoClair en zijn innoverende ventilatiesysteem in actie. Wanneer de CHOM-elementen in alle richtingen uitbarsten, wordt de aangevoerde zuurstof de nieuwe voorkeurspartner voor al deze kleine aanbidders. Waterstof wordt zo water, de reeds aanwezige zuurstof wordt zuurstofgas, O2, en stikstof wordt stikstofgas, N2. Twee geurloze gassen die totaal niet vervuilend zijn. En zo blijft zwavel in zijn uppie. Maar geloof me, beter alleen dan in slecht gezelschap. Dit is hoe InnoClair slechtruikende ontmoetingen voorkomt in de tanks van zijn nieuwe generatie microstations. Een microstation zonder geurtjes is net als een liefdesverhaal zonder scheurtjes.